kijken. Kijk eens even hoe dat gaat. Zo. Met zijn lange armen. Kom maar, ja, gaat u verder. Yo. Er staat gewoon een trak hoor. Zo. Camping de kleine wolf, laat je horen! Ik hoor niks. Nou, ik wil er niet veel zeggen. Nou, ik wil wel veel zeggen. Je moet je bek houden. Papa! Hij staat niks meer aan doen, jongen. Papa. Ik zou zeggen, we gaan Jespertje even halen. Die zit druk te knippen en te plakken in de beelden. Sorry. En dan gaan we daar gewoon... Nou, ik denk als we Jesper moeten hebben, dan moeten we die kant op. Knippen. Voor een knip en de plak. Naar het rooster zorg. Even kijken. Leuk, hè? Ik vind het wel een mooie, wel een mooie camping. Tot nu toe de mooiste, inderdaad. Ik vind, lekker groot. Ja, dat vind ik ook. Maar wat voor jou, hè? Pannenkoek. Ja, of pannenkoek bij. Ja, of pannenkoek met kroket. Een pannenkoek, een kroket in een pannenkoek. Zou dat lekker zijn? Zou dat lekker wezen? Nee, maar oké, we gaan dus niet... Wat? We gaan dus niet pannenkoek eten. Nee. Het is gewoon meer dikke patat. Ja, ik weet niet. Ja, zeg maar. Even warm water halen. Hey Dylan, hier pas jij ook wel op? In het spek. In het spek. Met de kar. Ik bedoel met de golfwagen. Ja. Hè? Relax, rustig. En dan wie weet. Doe gewoon het eind van. Pak weer even een bospaardje. Want ik heb gezien dat ze een bosrijk gebied erbij hebben. Dus. We gaan het haar verven van Sander. Sander? Van Sander, gaan we het haar verven. Kom maar, daar lijkt het op, verdomme. Hè? Waar lijkt het op, jongens? Waarvoor hebben jullie water nodig? Voor de vissen. Ja. Zo, een beetje. Hoppa, hier van. Ja, daar grappen maken. En dan kan je stoven, hè? Ja, en stovenwater. Dan kan je stoven in de put. Ja, pas op hoor, stovenwater. Je krijgt hele grote voeten en het wordt heel lang. Kijk, hij heeft het ook al gedronken. Kijk eens, dat zijn zijn grote ballen, zeg. Kijk,